Goulin heeft mij eigenlijk via zijn radio-uitzendingen in een tijd King Kong op de Franstalige zenders. Die heeft mij met alternatieve muziek, die heeft die, mij die leren kennen. Dat is misschien de enige link die er te leggen valt met Telex. Ja. Ja. Wij waren, wij luisterden naar veel donkerder muziek gewoon in de jaren 80. Toen was er nog echt de underground en die kwam op de radio. Dus aan Telex paste er niet echt in. Hij heeft natuurlijk een paar beestige nummers gemaakt, maar toch niet, het was niet zo ons ding gewoon.